Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag sta ik bij het Oude Veer om jullie de route te laten zien die gezwommen gaat worden tijdens Swim to Fight Cancer Hollands Kroon, de 16e. En dit is poging nummer 2, want ik heb hier eerder gestaan. Alleen toen moesten we gaan roeien, omdat de boot uitgevallen was. Daar komt Thomas aan, onze kapitein van vandaag. En ik ga opstappen. We zijn inmiddels in de haven beland. En dit is de plek waar op 16 september alle deelnemers het water in gaan. Dat zal gebeuren vanaf de achterste zijger. Dan zwemt men het eerste stukje kijken, daar langs de kant. En vervolgens gaat men richting de molen. Niet helemaal, maar wel het eerste stukje. Kijk, de eerste zwemmers hebben we al gespot. Is dit lekker water? Ja, heerlijk. Nadat de zwemmers van de molen richting de weg zijn gezwommen, zullen ze zwemmen richting de snackbar ben. Dus doen een extra rondje. En dat is deels het rondje wat ze al hebben gehad. Dan zal er een eindfeest worden gegeven hier. Dat is ook de plek waar dus de deelnemers het water in gingen. Want deze prestatie mag natuurlijk ook gewoon beloond worden. Naast het eindfeest zullen er ook op en rond het water van alles georganiseerd worden. Zo zijn er eetmogelijkheden en is er muziek. Ik hoop dat jullie nu een goed beeld hebben van hoe de route eruit ziet. En ik zeg tot de volgende keer. Doeg!